Dit is Jessica van Boven, eigenaresse en gastvrouw van restaurant Bij Hartje Zwolle. Een gedwongen naamsverandering in 2014 gaf Jessica de kans om haar zaak een nieuw leven in te blazen. En dat heeft ze gedaan. Dankzij haar nieuwe concept en ijzersterk personeelsbestand is Bij Hartje Zwolle niet meer weg te denken uit het Zwolse straatbeeld. Met Horeca School bij Young Talent kun je leren van Jessica. In deze aflevering, hoe bereik je een jong publiek? Bij Hartje Zwolle richt zich op een brede doelgroep, zowel jong als oud. Maar hoe benader je nou de jonge doelgroep? Dat doen we op twee manieren bij Hartje Zwolle. Het inzetten van social media en het inspelen op bepaalde trends. Bij Hartje Zwolle maakt gebruik van twee social media platformen. Eén is Facebook en de tweede is Instagram. En de jonge doelgroep bevindt zich voornamelijk op Instagram. Hoe je dit op de juiste manier kan inzetten, vertel ik in de volgende video. Als tweede houden we ons bezig met trends. We zijn altijd aan het kijken wat er in de markt speelt. We hebben heel erg gemerkt dat de gasten meer willen proeven, meer willen delen, meerdere dingen tegelijk willen bestellen. Daarbij hebben wij ons all-day brunch concept ontwikkeld, waarbij men een eigen brunch kan samenstellen. Dit geeft de ruimte zodat gasten zelf een vinger in de pap kunnen houden. Dat je met de seizoenen mee kan gaan en heel snel kan inspelen op verschillende trends wat betreft nieuwe gerechtjes. Daarbij moet je wel goed kijken wat er binnen je concept past. Je kan niet klakkeloos alle trends gaan toepassen in je bedrijf. Wat we bijvoorbeeld niet hebben gedaan is de vegan trend volledig implementeren in ons concept. We hebben juist gemerkt dat gasten heel erg de behoefte hebben aan af en toe een hamburgertje of een frietje. We willen heel erg de diversiteit behouden en we hebben toch gemerkt dat in Zwolle de vegan trend nog niet helemaal is overgewaaid. Dus kijk goed naar je stad, naar je omgeving en luister goed naar je gasten. En ga niet elke trend klakkeloos implementeren in je bedrijf. Dus, wil jij ook een jonge doelgroep bereiken? Zet in op social media en dan voornamelijk op Instagram, want daar bevindt de jonge doelgroep zich. En speel in op bepaalde trends. Maar bekijk goed welke trend er binnen jouw concept past. Zen Pickled Food Professionals.